een pas zonder vrouwtjes in de val krijgt, dat noem je een wijf. Nou, dat wijf, dat is eigenlijk hartstikke duidelijk. Maar de tassel, dat moet ik misschien eventjes uitleggen. Tassel komt van het oud middeleeuwse woord tiersel. En tiersel, dat betekent een derde. De mannetjes zijn namelijk een derde kleiner dan het vrouwtje. Nou, bij heel veel dieren is dat juist andersom, hè. Dat mannetje, dat is groot en dat mannetje, dat is mooi. Maar bij de roofvogelsnijlen staat het juist precies andersom. Als vrouwtje moet je gewoon een enorme body hebben om andere roofdieren op afstand te houden. Dus je nest te kunnen beschermen tegen die andere roofdieren. En dat mannetje, dat moet wel kleiner zijn en gewoon heel veel snelheid hebben. In staat zijn om prooien te doden. Nou, heel veel bij roofvogels is het niet mogelijk om meerdere soorten, of in ieder geval meerdere van één soort, tegelijkertijd te laten vliegen. Maar je ziet dat we hier wel twee van hetzelfde soort in één keer laten vliegen. Dat kan namelijk bij dit soort. Deze worden de Amerikaanse haviken genoemd. En ze zijn de wolven van de lucht. Een wolf van de lucht, ja, dat is iets wat in de lucht plaatsvindt, maar roedelwolven jagen eigenlijk op dezelfde manier dan maar vanaf de grond. Roedelwolven die probeert een prooi in te sluiten. We proberen dus de prooi van allerlei kanten op te benaderen en daardoor de pakkans te vergroten voor zo'n dier. Nou, dat is eigenlijk bij die vogel net zo, maar dan niet vanaf de grond, maar vanuit de lucht. Meestal als ze op jacht gaan, in midden Zuid-Amerika, die woestijn, de andere kant, jammer. Ja, ja, even helpen, hè. Dat zijn hele gekke dingen. Meestal gaan ze daar de lucht in, stijgen ze op naar een metertje of 500 hoogte, gaan ze thermiek pakken. Dat zijn warme luchtbellen die opstijgen vanuit het land en als vogel kan je daar gebruik van maken. Als je namelijk op die luchtbellen gaat je vleugels wijd gooit, dan kan je daar eigenlijk gewoon op stil hangen. Nou, zo'n vogel die in Nederland daar veel gebruik van maakt is bijvoorbeeld de buizerd. Hè. Dat is die vogel met die mooie brede, korte, ronde staart en die brede, ronde vleugels. Die kan daar urenlang op thermiek hangen zonder dat het hem eigenlijk energie kost. Nou, zo trekken die Amerikaanse woestijnhaviken ook die woestijnen over, maar dan een metertje of 500 hoog. Dan gaan ze rondcirkelen en dan ontstaat een cirkel van ongeveer 30 haviken met een diameter van rustig een kilometer. Nou, zo cirkelen die Amerikaanse haviken door de lucht heen over die woestijn heen. En stel er zit dan ergens in die woestijn een konijntje op de grond, dan is eigenlijk de ontsnappingskans voor één konijn op één zo'n havik ongeveer 10%. Dus de kans is vrij klein. De kans is, wordt alleen maar kleiner als er 30 haviken vliegen. De kans dat je gaat overleven is ongeveer een hiel. Tenzij je direct je hooi in kan duiken, maar anders ben je eigenlijk gewoon ten dode opgeschreven. Nou, omdat ze zo goed kunnen samenwerken, worden ze in Nederland veel gebruikt. Ik denk dat weet jij, hè? Dat weet jij. Ja. Ja, ze worden veel gebruikt in Nederland. Wij gebruiken ze onder andere op de Rotterdamse haven om de meeuwen daar weg te jagen. En het mooie is dus dat je een overlastdier van verschillende kanten kan aanpakken. Ja, in Rotterdamse haven, daar worden ze gebruikt. Vliegveld Schiphol, afvalverwerkingsbedrijven, bedrijfsterreinen om de konijntjes bijvoorbeeld weer weg te halen. Maar ook om die boeren schuren, de spreeuw uit die schuren weg te halen. Als we dan zo'n aanvraag binnenkrijgen, dan gaan we er meestal met 3-4 valkeniers naartoe. Allemaal zo'n Amerikaanse havik op de hand. Gaan we bij alle in uitgangen staan. Tegelijkertijd openen we de deuren. Laten we 4 van die haviken naar binnen vliegen. En ook al zitten daar 10.000 spreeuwen, het duurt een seconde of 10 en dan is de schuur spreeuwvrij. Nou, het is een grondsjager, de havik, maar ook een hele goede luchtjager. Ik ga kijken of die daar, die nu in de boom zit, misschien iets wil pakken. Ik heb hier een stukje vlees. In dit geval heb ik een kuikenkopje in mijn hand. Het zijn eendagskuikens, zijn de haantjes eigenlijk. De hennetjes, ja, die eten later op als kind, zorgen voor eitjes. Maar de haantjes, ja, die worden zelden gegeten, wel door dit soort vogels. We gaan even kijken of, of dat gaat lukken. Oh, nee. Nou, wel een hele mooie actie. En wat ik heel mooi vind om te zien, hij mist hem en die andere die komt eigenlijk gelijk aanvliegen. Van als hij dan niet op de grond kan pakken, dan heeft hij hem in ieder geval. Dus je ziet gelijk, het spel wordt samengespeeld. Zodat de pakkans gewoon veel groter wordt voor zo'n vogeltje. Ik ga het zo meteen nog een keer proberen te laten zien. Maar ik wil eerst iets anders laten zien. Want niet alleen in Amerika komen haviken voor. Ook hier in Nederland hebben we het over de Europese havik. Een schuwe vogel zit een beetje 20 meter vanaf de bosrand. Vooral het gebied erbuiten in de gaten te houden. En voornamelijk is er bijvoorbeeld een duif. Een houtduifje bijvoorbeeld net buiten het bos op het gras zit. Die is daar een beetje op zoek naar eten. En die havik die vliegt met een bloedgang vliegt die vervolgens door dat bos heen. Zonder dat hij daarbij takjes aanraakt eigenlijk. Hij heeft 3 zichtvelden, terwijl als mensen er maar 1 hebben. En die zichtvelden die werken los van elkaar. Dus hij heeft een zichtveld wat vooruit kijkt. Een zichtveld wat rechts van zich kijkt. En links van zich kijkt. En dat werken allemaal los van elkaar. En daardoor is hij in staat om met het voorste zichtveld zijn prooi in de gaten te houden. En het linker en het rechter zichtveld
al die bomen, bijvoorbeeld in die takjes daarvan, te kunnen zien en vervolgens daarom op tijd te kunnen ontwijken. Ik kan moeilijk in één keer hier twee bomen midden op het veld neerzetten. Maar ik kan wel twee personen neerzetten wat even bomen moeten gaan voorstellen. Ik heb twee volwassen personen nodig die ongeveer even lang zijn. Wie gaat ons helpen? Nou, de mevrouw, hè. Dat was heel snel. Ja. Ja. Ja, met zo'n voren. Ja. Nou, je mag er in ieder geval eentje uitkiezen dan. Daar misschien is dat wat makkelijker. Mag je nou voor iemand uitkiezen die ongeveer even lang is? Dus ja. Ja, ja, dat mag, ja. Oh ja, ja, heel goed. Kijk, nou, staat gelukkig weinig wind, dan mogen jullie deze zijn ongeveer even lang. Jullie zijn vandaag mijn bomen, jij bent mijn den en jij bent mijn eik. Jij mag hier komen staan. Hopelijk geen prijs hier. Jullie kijken elkaar aan. Ik heb hier nou een doorgang gecreëerd en ik hoop dat jullie een beetje visueel ingesteld zijn. Je moet eigenlijk voor je visualiseren dat hier een duif doorheen vliegt. Die probeert te ontsnappen te klauwen van een havik. Elke keer dat die duif hier doorheen vliegt, moet die havik er ook doorheen vliegen. Elke keer dat dat lukt, gaan jullie een stapje dichter naar elkaar toe. Ja, dan gaan we een gevaarlijk spelletje met elkaar spelen. Oké. Makkie, mogen jullie een stapje dichter naar elkaar toe doen? Ga ik weer bij jou maar op de handschoen zetten. Dan ga ik aan de andere kant staan, iets verderop in dat bos. Daar staan die bomen dus ietsje dichter op elkaar. We gaan kijken wat de havik doet. Hup. Gaat ook nog hartstikke goed. Mogen jullie weer een stapje dichter naar elkaar toe doen? Ja, nou wordt het spannend, hè? Nou wordt het spannend. Ja, je wist van tevoren niet wat je ging doen, hè? Hey. Nou, hopen dat het weer goed gaat dan, hè? Oh, natuurlijk gaat hij eromheen, denk ik. Gaat ook nog goed. Gaat ook nog goed. Mogen jullie weer een stapje dichter naar elkaar toe doen? Nou vind ik het zelf ook spannend worden, want het is de eerste keer met deze vogel dat we dit doen. En gelukkig hebben we dat bordje daar neergezet, hebben we de ingang. Betreden op eigen risico. Ik ben dan wel goed verzekerd, maar dit is eigen risico. Hoppa. Mogen jullie weer een stapje dichter naar elkaar toe doen? Want iets verderop in dat bos, daar staan die bomen dus nog dichter op elkaar. Ga kijken wat die havik doet. Duif kan hier doorheen vliegen. Overeen. Wat jij wil, als je het eng vindt, mag je ogen dicht doen, ja. Even wacht. Nee, dit kan niet. Mevrouw, ik heb nog nooit gezien dat als een vogel langs een boom vliegt, dat de boom dit doet. Ja? Wel blijven staan, hè. Nogmaals, als je het spannend vindt, oogjes dicht doen, maar niet in één keer dat gaan doen. Streng, hè. Heel streng, ja. Ja, zeker. We gaan dat nog een keer doen. Nee hoor, die vogel draait zichzelf wel. Nou vind ik het ook spannend worden hoor. Ja, die mensen niet zeker. Oh. Gaat ook nog goed. Nu mogen jullie de punten van de schoenen tegen elkaar aan gaan zetten. Oh jee. Kan je iets meer voor jou naar links gaan zo meteen, jammer? Dat je er recht voor gaat staan? Oké. Okay. Yes. Kom maar. Gaat ook nog goed. Gaat ook nog goed. We gaan het nog een stapje spannender maken. En daarvoor mogen jullie een klein stukje die kant op. Gaat jij maar daar een beetje op de plek staan waar die net stond. Mogen jullie hier weer de schoenen tegen elkaar aan gaan doen. En de voorhoofden. En ik zou u willen vragen om de bril misschien even af te zetten. Want dat zou zonde zijn als er een klein krasje komt. Hou maar zo achter de rug. Maar dat is het beste. Nou, dat mag ook. Oké. Belangrijkste, blijven ademen. Ik ben net niet in de vrouw ervoor. Tja, wat is dit? Wat is dit? Nee, we gaan het overnieuw doen hoor. Hij vliegt er gewoon op. Maar het is niet de bedoeling. Als hij dat doet, is hij zijn duif kwijt. Kom op, hè. Nee! Goeie! 350 kilo krijkracht op je hoofd. Kom op jongen. Zet hem op, hè. Drie keer stevig recht, hè. Ik denk dat hij er weer op gaat zitten. Dat denk ik ook. Nee. Ik denk dat ze nog wat lager moeten laten vliegen dan. Kom op, zet hem op. Ja? Hallo? Nee. Volgens mij steekt hij zijn middels de tenen omhoog. Kom op. Oh.
Dat klinkt niet als een grote hond. Dat klinkt meer als een prooi. Ja! Je ziet dat hij zich gewoon er doorheen stoot. Dit is eigenlijk namelijk een doorgang waar een duif niet doorheen kan vliegen. Wat een duif doet, is hij gaat stilzitten. Als hij daar stil zit, is het een prooi. Hij kan, ook al is hij wat groter dan een duif, zich gewoon er doorheen stoten. Hij heeft zoiets van, joh, dit is mijn laatste kans. Ik moet er hier gewoon voor gaan. En ik stoot me er zelf wel doorheen. En als hij er doorheen kan, dan heeft hij de duif sowieso te pakken. Ja, eigenlijk is het gewoon over voor het duifje. Daar komt het wel een beetje op neer. Ja, jullie hebben het in ieder geval goed gedaan en overleefd. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus jullie mogen weer aan de zijkant gaan staan en dan gaan we weer door. Zeker. Applaus. We gaan zo deze terugzet gaan volgende vogel pakken. Dat is leuk. Ja, kom maar. Gaan we de volgende vogel pakken. Dat is Goliath. Goliath, ontzettend grote vogel. Spelbaarheid. Nou, dat zal zijn. Ik denk 2,5. Wat zal mijn ouder doen? Nee, dat is niet. Dat is het eerste zijn. Oh, oké. Okay. Ons kleine. En als je hem zo ziet, dan denk je dat het wel een beetje een steenheldje is. Maar het lijkt wel heel groot. Dit is ons kleine eltje. Heel veel mensen, als ze die benaming horen, denken ze, die zelf in die konijnen jagen. En dat klopt. Als valkenier geven tegenwoordig meer de benaming holenelf aan de vogel. En dat komt vooral omdat hij in de holen van konijnen zit. Daar broedt hij, daar is hij op zoek naar voedsel, daar schuilt hij voor andere roofdieren. En pakt hij ook zijn rustmomentjes dus. Nou, heel veel mensen die denken dat uilen nachtactief zijn, maar 80% van de uilen zijn gewoon dag- of schemeractief. Zelf heb ik alleen maar dag- en schemeractief. Het gaat een beetje tegen mijn principes in om een nachtactief uil overdag te gebruiken. Dus vandaar dat we voor onder andere de konijnenuil hebben gekozen. En bij uilen is er een soort standaard regeltje. Je doet het zelf? Ja. Bij uilen is er een soort standaard regeltje. Uilen met gele ogen zijn dagactieve uilen. Uilen met oranje ogen zijn schemeractieve uilen. En uilen met donkerbruine ogen, dat zijn volgens de regel nachtactieve uilen. Het is een soort standaard regeltje, geldt niet altijd. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar kerkuilen die komen over de hele wereld voor, behalve de Noord- en de Zuidpool. Maar daar is het simpelweg te koud voor de kerkuil, maar ook de trooien waar ze weer op jagen. Je hebt ze van het spierwit tot aan het pikzwart, met blauwe koppen, groene koppen, paarse koppen. Maar waar ze ook de wereld voorkomen, hoe ze er ook uitzien, wat in ieder geval alle kerkuilen hebben, zijn donkerbruine ogen. Volgens die regel zou dat als standaard een nachtactieve uil zijn. Maar als je al gaat kijken naar de Engelse variant, de Engelse kerkuil, dan is die vogel een spierwit op zijn borst. Spierwit op zijn kop, een spierwit op zijn vleugels. De ooievaar die heeft zo'n langs een vliegtuig. Die vlogen hier ook. Dat is ook heel mooi. Meer de ooievaars, dat waren meestal. Ja, maar de Engelse kerkuil heeft een spierwitte borst, spierwitte kop en een spierwit onder de vleugels. Dat die vogels nachts gaan vliegen naar de spookland. Dus de Engelse kerkuil jaagt door al het wit in zijn veren kleed, gewoon overdag. Terwijl de Nederlandse kerkuil veel donkerder van kleur is en veel meer aangepast is aan de nacht. Je hebt ook uilen die bekend geworden zijn door de films van Harry Potter. Dat zijn voornamelijk sneeuwuilen. En bij sneeuwuilen is het zo dat het een hond op het veld zet. Dat is eigenlijk niet zo handig. Een hond is een roofdier. Roofdieren onderling, ze gaan alleen in Walt Disney samen. Om te voorkomen dat zometeen een van de grotere misschien een aanval inzet op de hond, zijn we vragen om van het hond achter het hek te blijven staan. Dus we pakken heel even de konijnenhelm op de hond. Want we willen uiteindelijk geen ongelukjes hier. We willen dat alle diertjes verder blijven leven die nu in leven zijn. Bij die eendagskuikentjes die op ons handen zitten. Maar die zijn al lang dood. Heel erg dat de hond weg is. Veiligheid gaat bij ons voor alles. Het is ook geen klein hondje. Ja, het is maar een heel klein vogeltje natuurlijk. Hè. Heel kwetsbaar. Sommige honden reageren die juist denken heel anders op dan dat ze zich normaal gedragen. Kan ook reacties uitlopen. Ja, we hebben ook zin in. Het moet leuk blijven voor iedereen. Ja, leuk. Je kan gewoon blijven kijken, maar achter het hek is vaak wel even het veiligste. Je begrijpt de vogel namelijk ook. Dan weet hij dat er een soort barricade tussen zit en dat hij beschermd is tegen hetgeen wat hij misschien wel kan aanvallen.
Maar die sneeuwuilen zijn vooral bekend geworden door de films van Harry Potter. En bij sneeuwuilen is het zo dat het mannetje die spierwit, of soms wit met een paar zwarte vlekjes, maar meestal spierwit. Het vrouwtje is wit met een heleboel zwarte vlekjes. En soms overheerst zelfs dat zwart op het wit. 9 van de 10 keer zit je in de films van te kijken naar een mannetje in plaats van een vrouwtje. Maar we blijven in al die films constant het wieden. Dat klopt natuurlijk helemaal niks van. En in het einde van wat je ziet in de films van Harry Potter, ook zoals het gaat met de sneeuw al, zo goed zoals de sneeuw al vliegt in de films van Harry Potter, vliegt de sneeuw al helemaal niet. Vandaar dat je nog helemaal niet zo vaak ziet van valkeniers. Maar waar niet mee gekleurd is in die film is de kleur ogen van die valken, de ogen van sneeuw al, die zijn geel van kleur. Nou, volgens de regel is dat dan een dagactief wel, maar een sneeuw al heeft een gebied waar 3 maanden licht is, maar ook 3 maanden donker. Hoe doet hij dat dan in die 3 maanden dat het donker is, dat hij dus geen oog heeft, dat het actief is? Nou, het komt erop neer dat uilen niet op basis van zicht jagen, maar op basis van het gehoor. Vandaar dat ze tikjes op de handschoen geven. En de oortjes zitten asymmetrisch op de kop. En daarmee bedoel ik dat het linkeroortje heel laag zit en helemaal naar voren zit. Het rechteroortje zit omhoog en meer naar achter. Nou, dat linkeroortje wat dus wat meer naar beneden zit en wat meer naar voren zit, dat is bedoeld om iets op de grond te kunnen horen. En dat oortje wat dus wat meer naar achter en omhoog zit, dat is bedoeld om iets op daken of bomen te kunnen horen. De combinatie zorgt ervoor dat die vogel op 40 meter afstand, op een halve centimeter naar een soort ongeveer, kan bepalen waar zijn prooi zit te vinden. Kan het verschil ook tussen beide oren horen van een 30 miljoenste van een seconde. En dat betekent eigenlijk dat een elk 3D gehoor heeft. Dus aan de hand van de tikjes ook die wij op de handschoen geven, kan hij horen hoe groot de handschoen is waar hij dan op kan landen. Nou, konijnenuiltje, heeft niet zo heel veel zin om echt een lange vluchten te maken. Wat ik zelf wel erg belangrijk vind, dat is vooral voor mij niet wil, dan hoeft hij van mij niet. Er zitten ongeveer 20 vogels hier in de bus vandaag. Dus genoeg vogels om altijd... Dat was snel licht zo. Ja, de voorste zijn hier een klein beetje rijdt. Dat we lekker met de vogels af doorheen kunnen lopen. Ook de twee kleine kindjes zullen jullie misschien even opzij willen gaan. Het is altijd iets interessant, hè? Ik stond ook al het vroeger zo te kijken. Ik vond het wel leuk, heel nieuwsgierig, hè? Wat zit er nou in zo'n kist? Er zijn allemaal dichte kisten in de auto. Je ziet niet dat er wat erin zit. En af en toe staat er een bordje op van wat er dan misschien in zou zitten, maar dat zit er heel vaak niet in. Een beetje spannend te houden, hè? Voor mij, want ik heb 45 vogels. En ik, elke demonstratie zie ik verschillende vogels bij mij vliegen. Nooit dezelfde. Ik vind het leuk om af te wisselen. Het is altijd maar dezelfde demonstratie. Er zijn dezelfde vogels. En dan kan je mensen goed een bandje opzetten. Ik vind het leuk om elke keer andere demonstraties te geven met verschillende vogels. En vandaar het aantal vogels ook wat we hebben. Dit is onze kuifkaka. Een hele jonge vogel. Hij is nu een jaartje oud. En dat het een jonge vogel is, dat kan je heel mooi zien aan het vliegen bijvoorbeeld van zo'n vogel. Let maar eens op als die zometeen naar me toe komt vliegen. Het verschil tussen bijvoorbeeld die eerste, die Amerikaanse woestijnhavike, en deze vogel. Dan zie je dat die Amerikaanse havike vooral heel mooi glijden en gebruik maken van de luchtstroom tussen de grond en de vleugels. En deze vogel, die snapt het eigenlijk niet. Je moet het allemaal nog een beetje leren hoe die gebruik moet maken van die luchtstromen. En dan maakt hij snelheid. En dan hangt hij bijna een beetje stil. Ja, even poepen, hè. Dat betekent ook dat de vogel dan gaat vliegen. Ze zijn hele luie dieren eigenlijk. En ze doen liever niets dan iets. Want als je iets doet, dan kost het je energie. En energie moet je aanvullen. Nou, als je dan zo'n vogel laat vliegen en hij kan niet bijvoorbeeld van thermiek gebruik maken, dan gaat hij in ieder geval zo min mogelijk energie te vullen. Eerst van te poepen, want dat kost gewicht en meer energie natuurlijk. Nou. Maar je ziet het, hè? Dus hij versnelt en lijkt het bijna alsof hij stil hangt in de lucht. Op het laatste moment gaat hij helemaal afremmen. Maar hij gaat totaal veranderen. Hij is nu dus nog heel jong, hij is pas een jaartje oud. Volgend jaar heeft hij oranje poten. En hij heeft oranje snavel. Alles wat een beetje lichtbruin is, dat wordt straks wit. En alles wat donkerbruin is, dat wordt straks zwart. En hij herkent hem eigenlijk niet meer terug. Ze worden altijd in een juvenile verenkleed worden ze geboren. Dus in een jeugdkleed, een onopvallend verenkleed. Als hij gelijk zoveel kleuren zou hebben, ja, dan zou hij veel te veel opvallen. Hij moet een hoop ervaring op gaan doen nog in de natuur. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je gereden wordt.
Dat is net als bij een Amerikaanse zeearend. Pas na 6 jaar heeft die vogel een witte kop. De eerste 6 jaar is die gewoon een beetje bruinig van kleur. Eerst ervaringen opdoen, je vijanden leren kennen, want ook al is die zeearend groot, hij kan gewoon gegrepen worden door andere vogels. Een zeearend is tenslotte alleen een grond- en waterjager en geen luchtjager. Dus komt er een luchtjagende arend aanvliegen of een grote havik, is die in staat om die zeearend te doden. De vorige waar ik mee werkte, die heette Zaza, genoemd naar Zaza Gabor. Dus voor jullie een beetje lastig om te zien. Dit vogel heeft ongelooflijk mooie lange wimpers. Nou, daar stond die vrouw natuurlijk ook onbekend. En vandaar die benaming ook voor die vogel. Dit is just Jamie, 2.0. We zijn helaas de andere zijn verloren. Maar dit is Jamie 2.0. Die doet het eigenlijk hartstikke goed. Ik moet zeggen dat de vierde demonstratie die vogel was vliegt. Dus dat vind ik altijd heel erg knap. Wat we heel vaak doen is workshops geven. Daarin ga je eigenlijk ervaren hoe het is om mijn werk te doen. En leer je wat er allemaal bij komt kijken. Er komt heel veel bij kijken. Het is ook een stukje regelgeving waar je als valkenier van het oog moet zijn. De wet natuurbescherming, zoals dat heet. Vroeger was dat de flora- en faunawet. Er zijn heel veel regeltjes. Kijk, hier mag je komen. Maar op het veldje daarachter wordt alweer wat moeilijker over gedaan. Hier staan wat huis omheen en dus eigenlijk door ons helemaal gecreëerd dit veldje. Maar als ik echt in een weiland ga staan, dan zeggen ze al heel snel van, dat mag niet. Er zitten heel veel jonge weidevogels misschien nu wel. En als ik dan daar met mijn roofvogels ga rondvliegen, ja, dan zou ik de ouders kunnen verstoren. Die zou ik misschien wel kunnen verjagen. En ze, ja, dan zitten die jongen daar en die gaan dan dood omdat ze geen voer meer krijgen van de ouders. Dus er zijn heel veel regels voor. Ook midden in het bos mag je niet komen, want er zitten natuurlijk veel meer diertjes die zich aan het voortplanten zijn. Kom maar. Ja. Heel veel mensen die denken dat de vogels vliegen omdat ze een beetje honger hebben. Ik heb zelf zoiets van, ik heb liever dat mijn vogel niet vliegt en geen honger heeft, dan dat hij moet vliegen omdat hij honger heeft. Dat gaat een beetje tegen mijn principes in om een dier uit te laten hongeren om vervolgens iets voor je te laten doen. Ik train liever mijn dier op een andere manier en dat is op basis van het vertrouwen. Heel mooi om te creëren, het belangrijkste is om het te behouden. Je wint het uiteindelijk tenslotte maar één keer van zo'n vogel. Kijk maar. En ik weet niet of je het door hebt, let op. Hij komt ook gewoon, hè? Het is niet de reden dat hij komt als je voer in je hand hebt. Natuurlijk moet je voer geven, anders gaat zo'n vogel een keertje dood als je hem geen eten geeft. Maar het is niet de reden dat hij naar je toe komt. Die vliegen namelijk nog drie keer, geeft helemaal niks aan de vogel. Dat is een stukje vertrouwen. Als je ervoor zorgt dat die vogel wat hoger in het gewicht zit, dan maakt het hem ook betrouwbaarder. Als die vogel namelijk een beetje honger heeft, dan wordt hij juist onbetrouwbaar. Dan zou hij achter de diertjes aangaan. Kom maar. Kijk, ik heb niks, hè? En hij komt gewoon. Ja, tuurlijk kijkt hij. Maar het is nogmaals niet de reden dat hij komt. Wat toch heel veel mensen denken. Maar als die vogels er wel een beetje honger hebben, is er niet echt alles pakken wat hij hier tegenkomt. Als er dan een vogeltje hier op het veld zou zitten, of een konijntje, zou hij er achteraan gaan. Omdat hij zoiets heeft, ja, als een roofdier zelf al denkt, of zoiets heeft, ik heb honger. Dan gaat hij denken, ja, ik moet nu iets eten, anders ga ik dood. Het is in de wereld van roofdieren ook niet anders dan eten of gegeten worden. Als je niet eet, dan ga je dood. Dus als je... Dus dan zou die achter prooi aangaan. Maar ik zorg ervoor dat hij juist nog hoger in zijn gewicht zit. En als ik dan hier een muisje zo voorbij laat lopen, dan kijkt hij er zo naar. Maar verder doet hij er niks mee. Kijk, hier komt ze. Ja, hoe vervelend vind je het dan, hè, als vogel? Kijk, hij leeft dan wel in gevangenschap, maar we laten verder de keuze bij de vogel zelf. Kijk, hij kan wegvliegen. Als ik het niet goed voor de vogel ben, dan zal hij wegvliegen. En daarom moet je altijd het vertrouwen behouden. Nou, dan kan je een heleboel dingen kan je dat schaden. De meeste fouten die gemaakt worden, is die niet in de waarde laten door de vogel te gaan aaien. Dat is namelijk het meest schadelijke wat je kan doen bij een vogel. Het aanraken van het verenkleed. Die vogel heeft namelijk veertjes en met die veertjes kan die natuurlijk vliegen. Als die niet heeft, kan die niet vliegen. Maar wat nog veel belangrijker is voor de vogel, is het vetlaag wat daar overheen zit. Dat is namelijk zijn beschermingsjas, wat hem beschermt tegen alle weersomstandigheden. Het is zijn regenjasje, wat hem beschermt tegen de regen. Gaat het nu regenen, zie je heel mooi die druppeltjes zo van het verenkleed afglijden. Die kan ze er gewoon echt afblazen. Maar stel ik ga er overheen wrijven, dan haal ik met de zuren van mijn hand
trek ik de vetlaag van het verenkleed af. Dus ik trek eigenlijk zijn regenjasje uit op het moment dat het regent. Dan wordt het juist een spons. Je gaat volzuigen met water. In de natuur, dan zit hij daar op een takje, volgens zo'n spons, standaard prooi voor een ander roofdier. Hij is namelijk dan niet meer in staat om te vluchten. Stel, hij is nog geen prooi, hij zit als een soort volgezogen spons op een tak en we hebben de kou van een maandje 5-6 terug, dat het s'nachts min 2, min 3 was, kost het hem al zoveel energie om op temperatuur te blijven dat hij het niet gaat overleven. Dus je moet vogels niet willen aaien. Het gebeurt nog steeds te veel, er worden te veel vogels behandeld als een soort knuffeltje uit de speelgoedwinkel en vandaar dat je 1 op de 5 papegaaien in gevangenschap ziet die helemaal kaal geplukt is. Omdat ze constant maar aangeraakt worden op het verenkleed. En zo'n roofvogel hier, die kan helemaal niet hard bijten. Het ziet er allemaal wel heel gevaarlijk uit, zo'n snavel. Maar het is alleen maar een haakje waarmee hij het vlees kapot trekt. Ik kan jullie laten bijten door een zeearend. Je zegt ineens auw. Het is alleen maar een haakje waarmee hij het vlees kapot trekt. Maar wat er vaak gebeurt als mensen gebeten worden, gaan ze terugtrekken. Dat is dan natuurlijk een schrikreactie. Ja, dat puntje van die snavel is natuurlijk wel vlijm en vlijm scherp. Als je daar met de juiste snelheid overheen terugtrekt, dan trek je je hand tot op je botten open. Maar laat je bijten, ja, dan zeg je nog ineens auw, je hebt nog ineens een klein krasje op je hand zitten. Of op je hand zitten. Maar een papegaai die kan wel heel hard bijten. En die is dus ook in staat om zijn beschadigde veer die aangeraakt is, eruit te trekken. Kijk, oh, jongen, die gaat hem terughalen en dat betekent, oh, volgende jongen. Wat een rot. Meestal is dat naar de bus toe, is klaar voor de ja, en hoe kom je zo in staat om zo'n veer, beschadigde veer eruit te trekken? En ja, komt er weer een nieuwe veer, ga je die weer aanraken, trekt hij hem er weer uit. En uiteindelijk is het wel hetzelfde als het epileren van haartjes. Als je het haartje er maar vaker nog uittrekt, dan komt er een moment dat het haartje niet meer teruggroeit. Nou, dat is bij die vogel precies zo, als je dat maar vaker nog aanraakt, dan komt er een moment dat zo'n veertje niet meer teruggroeit. En dan, als je dan weet dat een blauw-gele ara of een groenvleugel ara rustig 100, 110 jaar oud kan worden. Het grootste van gedeelte van zijn leven misschien wel kan doorbrengen. Wat voor leven heb je nog als vogel als je het eigenlijk niet meer kan zijn? Je moet dus vogels gewoon niet willen aaien. En sommigen voelen zich heel aangevallen als ik dit verhaal vertel. En die zeggen, ja, maar mijn papegaai die gaat er helemaal voor zitten. Die vindt het heerlijk om geaaid te worden. Je hoort mij niet zeggen dat hij niet lekker vindt. Het is alleen niet goed voor de vogel en het verenkleed. Kijk, ik vind het ook lekker om over een bolletje geaaid te worden. Maar het is te vaak gebeurd. Het is niet dat je langzaam een beetje kaal gaat worden. Ja, maar zo is het wel. De volgende vogel, dat is onze savanna-arend. En die is van Sabine. Sabine heeft deze vogel getraind. De vogel is pas een jaartje oud. Dus eigenlijk nog een hele jonge vogel. Zit ook nog een beetje in zijn jeugdkleed. De komende jaren gaat hij wat veranderen nog van kleur. Zal alleen lichter gaan worden. Hij zal wat lichter van kleur worden. Hij is al heel licht voor een savanna-arend. Maar ja, alsnog is dit zijn jeugdkleed. En hij zal dus ook wat lichter van kleur gaan worden. Kom maar. Ja, ik vind dat altijd wel mooi. Ze vertelde dat ook bij die karakara. Dat die vlucht soms nog wat ongecontroleerd is. Hij is allemaal nog een beetje aan het leren. En soms dan vliegt hij nog net even wat te hard. Dan kan hij zijn eigen snelheid niet goed inschatten. En dan wil hij soms zelfs daar overheen vliegen. Of zich er net overheen laten vallen. Omdat hij gewoon net even wat te veel snelheid heeft gemaakt. Nou, de savanne-arend, dat is officiële benaming. Eigenlijk gebruiken we in de valkerij natuurlijk ook wel savanne-arend. Maar ook wel roofarend. Dat is eigenlijk veel geschikter voor deze vogel. Roofarend, die benaming is bedacht eigenlijk door iemand die vooral het gedrag van de vogel in de natuur in de gaten hield. En het vrij snel erachter kwam dat het een ongelooflijk luie roofvogel is. Het liefste wat hij namelijk doet, is prooien wegjatten bij andere roofdieren. Dus andere roofdieren hebben heel erg hun best gedaan om zijn prooi te pakken. En hij gaat dat dan weer van hun proberen af te pakken. Ja, en in de klauwen van deze vogel er zit 800 kilo knijpkracht. En dat is ongeveer 5 keer zo hard als de beet van een rotweiler. 5 keer zo hard als de beet van een Duitse herder. 1,5 keer de beet van een volwassen leeuw. Een leeuw bijt namelijk 500 kilo. Ja, je ziet natuurlijk als op Sabine net even wat beter altijd reageert. Dat is de trainer van de vogel. En dat zie, oh, kijk, hij komt ook. Ja. Nou, er zit ongelooflijk veel knijpkracht in die klauwen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de klauwen die zijn geribbeld. Gemaakt van hetzelfde materiaal als onze nagels, maar dan een paar laagjes dikker. Daaronder lopen geribbelde pezen en geribbelde bloedvaatjes. Op het moment dat hij een prooi grijpt, dan stroomt er bloed in die klauwen. En die bobbeltjes in die klauwen die gaan tegen elkaar uitzetten.
Het is hetzelfde als een paar lege ballonnen. Op het moment dat ze leeg zijn, dan kan je ze plat op elkaar leggen. Dan blaas je ze vol met lucht. Dan denk je de toetjes aan elkaar. Dan kan je ze nooit meer op elkaar krijgen. Wat je dan ziet is dat ze rond gaan staan. Nou, dat is bij die vogel ook zo. Die klauw die wordt automatisch eigenlijk dichtgedrukt. Zoals die dronische pomp van een handrem van een auto. Elke keer dat je hem omhoog trekt, komt hij vast te zitten. En je kan erop duwen of slaan wat je wil. En gaat hij naar beneden. Pas op dat knopje drukt, dan gaat zo'n handrem naar beneden. Zijn klauw kan hij pas weer ontspannen op het moment dat de hartslag uit een prooi verdwenen is. En dat is ook de enige reden dat je als valkenier een leren handschoen aan hebt. Om te voorkomen dat de vogel jouw hartslag voelt. Het gaat niet beschermen tegen de kracht. Ik vertel net, hij heeft 5 keer zoveel knijpkracht als een Duitse herder. Nou, dat begon een politiehond, een Mechelse herder. Die heeft 350 kilo bijtkracht in zijn bek zitten. En dan zie je iemand in dat veld staan, bij zo'n politiehond of twee, in een heel dik pak. En als een hond inbijt, dan doet het alsnog heel veel pijn en die arm eronder die is blauw. Wij werken met veel meer knijpkracht wat er in die klauwen zit. En wij hebben als valkenier een heel dun leren handschoentje aan. Gaat hij dus niet tegen beschermen tegen de krachten. Hij gaat je ook helemaal niet beschermen tegen de scherpte van de klauwen. Want een leren handschoen is niks meer dan gewoon dierenhuid. Maar dan nog op een paar laagjes op elkaar geplakt en geknipt in de vorm van een handschoentje wat gestikt. En voilà, je hebt een handschoen, maar het blijft wel dierenhuid. En die klauwen zijn bedoeld om probleemloos door dingen in dit soort huiden heen te glijden. Zelfs als hij maar een 1/20 van zijn kracht zou uitoefenen, glijdt hij met gemak door die leren handschoen heen. Dus dat gaan we ook niet beschermen tegen de scherpte van de klauwen. De enige reden dat je als valkenier een leren handschoen aan hebt, is dus om te voorkomen dat de vogel met die honderden kleine bolletjes aan de onderkant van zijn poot onze hartslag zou kunnen voelen. We gaan snel weer door naar de volgende vogel, want we hebben heel veel vogels in de bus. En we willen ze eigenlijk al vandaag laten zien. Na een half uur. Oh, ja, kijk, mooie L hebben we erbij. Oeh. Dit is Pino. Pino, onze Bengaalse oeh. Nee, ik weet eigenlijk zijn naam niet. Hoe heet hij ook? Pino. Bij deze Pino, twee Pino's, onze Bengaalse oeh. Oeh, wat voorkomt in Pakistan en India. Ja. Oh, die ken ik. Nederland hebben een mooie foto. Maar ik stak een foto van op die pijl. Op die paal. En we hebben hier in Nederland oers rondvliegen van 4,5 kilo. Dat is dan al een verschil. Deze heeft dan even een spanwijdte van 1,30 meter. Er vliegen hier Europese oers in Nederland rond. Met een spanwijdte van bijna 2,20 meter. Ja. Oranje ogen geven ze aan dat het een schemeractieve uil is. Dat zie je ook een beetje terug in de veerderkleed. Dus is een beetje aangepast naar de ogen. Dus heb je een Europees oer. Ja, die is wat donkerder van kleur. Zie je ook dat het die ogen wat iets donkerder nog van kleur zijn. Iets donkerder oranje. Maar het blijft wel oranje, het is geen rood. Dus dan zie je dat kan veranderen naar de kleur rood. Maar die gaan jullie misschien straks nog zien. Dit is dus onze Bengaalse oer. Oeh, zijn te herkennen aan de oorpluimen. Het zijn die pluimen bovenop de kop. Het zijn dus niet zijn oren, want dat heb ik net uitgelegd, hè, waar die zitten. Aan de zijkant van zijn kop, vooral asymmetrisch. De pluimen bovenop zijn kop zijn eigenlijk niet meer dan onze wenkbrauwen. Hij geeft daar gewoon simpel mee aan hoe je zich voelt. Is er zelfs nu lekker achterover, is die op zijn gemak. Dat hoor je ook, want hij praat constant met ons. En dan maakt een geluid wat je gevolgen in de natuur eigenlijk absoluut niet hoort maken. De oehoes in de natuur hoor je vooral oehoe geluiden maken en dat is ook niet heel vaak. Dat is vooral in het voortplantingsseizoen, dat is al heel vroeg in het jaar. Bij de Europese oehoe is dat rond januari legt hij zijn eerste eieren, soms februari. Maar de Bengaalse oehoe begint zo'n beetje in augustus. In augustus gaat hij broeden, in de dag of 30. Dan komen een paar jonge Bengaalse oehoes uit het ei. En na 3 maanden is die vogel zo groot zoals die nu is. Binnen 3 maanden is een vogel volledig uitgegroeid. Dan noemen we de vogel ook volwassen. Hij is nog niet seksueel volwassen. Seksueel volwassen, dat is die pas met een jaartje of 3. Soms 2, als ze redelijk vroeg zijn. Maar meestal met 3 jaar is een vogel seksueel volwassen. En is van jas. Van mijn jas. Om dus nieuwe ja, in ook, Bengaalse oehoes op de wereld te gaan zetten. Ja. En dat noem je natuurlijk de elskuikens. Ze staan dan wel symbool voor de wijsheid uilen, maar er bestaat werkelijk geen jonger wezen op de wereld dan een uil. En vandaar dat mensen dus ook vaak zeggen dat iemand die een beetje onnozel actie maakt, elskuiken, is eigenlijk een soort scheldwoord. Want het is bewezen dat de uilen de grootste kop hebben in verhouding tot alle vogels, maar met de kleinste herseninhoud. Ze hebben geen jachtinstinct om te ontwikkelen, zoals een valk of een arend dat heeft moeten doen. Die vogel die moet... Laat de stok liggen, jonge man. Dat vindt de vogel niet leuk als je met een stok gaat zwaaien. Nee, maar het is een pak. Ja. Goed zo, dankjewel.
Kijk, dan val ik van aan, die gaat soms enkele honderden meters de lucht in. Die moet vervolgens zijn vlucht breken en gaan met enkele honderden kilometers per uur een duikvlucht naar beneden maken. Even tussendoor, de kindjes mogen allemaal even naar het midden van het veld komen en allemaal tussen de palen in gaan zitten. Op de hurk daar, volgens mij is het gras niet zo heel erg nat weer. En jullie mogen allemaal naar het midden van het veld komen, alle kindjes. Alle kindjes. Ja. Maar zo zal ik er van aan, moet dus heel hard naar beneden vliegen om überhaupt een klein beetje kans te maken om zo'n prooi te grijpen. Want er wel alleen maar die 10 stil zitten. Ik zit gewoon luisteren. En hij hoort op een gegeven moment een muis of een rat lopen. Hij luistert daar heel goed naar. En vervolgens gaat hij vliegen. En de vlucht van een uil is geruisloos. Dus hij hoeft niet snel te zijn als de vlucht maar geruisloos is. En dat komt door het speciale verenkleed dat een uil heeft. Uilen hebben kamveren. En maar zo'n kam waarmee je haar kamt. En beweeg je maar eens heen en weer. Dan hoor je niks. Terwijl je een stok vastpakt. Of een stroospietje of een veer van een ander soort vogel. Je beweegt die heen en weer. Dan hoor je. Die slaat eigenlijk tegen de wind in en daardoor hoor je dat geluid eraf komen. Maar de uilen, die hebben dus kamveren, die snijden de luchtstroom door midden op het moment dat de vogel vliegt. En dat gaan jullie eigenlijk nu eventjes ervaren. We gaan de vogel over jullie heen laten vliegen. Probeer niet, zo is het goed, als je daar blijft zitten met de camera is het goed. De vogel die vliegt er overheen, blijft lekker zitten, heeft helemaal geen zin om te gaan bukken. En waarom is dat zo? Die vogel die wil energie besparen. En vandaar dat hij vanaf een hoogtepunt start, vervolgens naar beneden daalt. En dan over jullie heen vliegt, op een centimeter of 30 eroverheen. En dan gaat hij weer omhoog. Hij maakt namelijk gebruik van de luchtstroom tussen de grond en de vleugels. Maar er zit een object tussen, dat zijn jullie. En dan moet hij even een klein beetje zijn vlucht op aanpassen. En vandaar dat hij ietsje hoger zou vliegen. Je zag net namelijk dat zijn vlucht nog lager was dan dat hij net maakte. Nou, als jullie zo blijven staan, dan vliegt hij dus ongeveer 30 centimeter over je heen. Dan ga je plat liggen op de grond. Blijft hij 30 centimeter over je heen vliegen. Dus het heeft helemaal geen zin om te gaan bukken als er zo'n vogel over je hoofd heen vliegt. Want hij zal dezelfde afstand over je heen blijven vliegen. Hij zal alleen zijn vlucht aanpassen naar beneden. Omdat hij zoiets heeft, hey, ik kan goede energie besparen. Spannend, hè? Spannend. Jelmer die gaat precies vertellen wat jullie moeten doen. Jelmer die gaat opdrachtjes geven zometeen aan jullie. Wat wil je allemaal laten zien, Jelmer? Dit? Wil je dat ze nog gaan liggen ook? Ja? Jullie mogen allemaal gaan liggen op de grond. Zo plat mogelijk, niet in één keer omhoog komen. Want dan zit er waarschijnlijk een uiltje op je schouder zometeen. Ja, plat liggen. Het mooiste is natuurlijk om hier met je gezicht naar boven te liggen. Met de lucht te grijpen. Jelmer draait hem zometeen rond. De valk die komt aanvliegen. Jelmer gooit die roer richting de klauwen van de valk. En dan vervolgens, als de valk denkt, hé, hij komt nu wel heel dichtbij. Ik kan hem gaan grijpen. Dan gooit hij zijn klauwen naar voren. En op het moment dat hij hem wil grijpen, gaat Jelmer hem net voor zijn neus weg. En daarmee draai je de valk dus een loer. Hij gaat Jelmer ook proberen een loer te draaien. Af en toe gaat hij moeilijke vluchten proberen in te zetten. Ergens tussendoor. Zodat Jelmer hem niet goed altijd kan zien. Dan hoopt hij dat hij Jelmer een loer kan draaien. Maar Jelmer die draait al wat jaartjes een loer bij een valk. Dus die kan wel redelijk loer draaien. Je zag het, die klauwtjes al een beetje naar voren gooien. Ik zei het al, het is niet zo warm. En dan zie je dat de valk wat lager blijft. Maar ik vind het wel leuk om even toch te laten zien. Gaaf. En dat is een valk, ja, een lander valk, dat kan je hier net vliegen. Ja, dat was bijna. Een slecht valk, dat is niet te vliegen. Dan loop je gewoon het risico dat hij rustig eerst eens even 2 kilometer weg gaat vliegen. Een paar honderd meter de lucht ingaat. En als hij dat hier doet, dan is hij over die boom heen gelopen. Dan kan hij hier zo aan zijn pijn raken. Dan zal hij hier misschien net de verkeerde kant op vliegen. En dan moet je op zoek gaan naar je valk. Op zich is dat allemaal niet zo spannend. In ieder geval heeft een sender. En daarmee kunnen de vogel tot 14 kilometer afstand blijven volgen. Dus ik ben gelukkig in de 14 jaar dat ik dit nu doe, nog nooit een vogel kwijtgeraakt. Ja, maar anders kan dat een zender hebben. De familie van de slechtvalk, hij lijkt ook wel een beetje op een slechtvalk. Slechtvalk vooral te herkennen natuurlijk aan het zwarte helmpje boven op zijn kop, het zwarte maskertje. En deze die is een beetje bruinig boven op de kop. Wat is die nou? Kijk, ik kom nu vanuit boven de bus. Oeh, dat scheelt ook weinig zeg. Ja, dan probeer ik het jou wel wat moeilijker te maken. Het is misschien gaande. Ja, kijk, heel goed. Schijnaanval en uiteindelijk besloot jou van toch te geven. Nu laat hij ook iets heel moois zien. Wat hij namelijk laat zien, dat is mantel. Hij creëert van zijn eigen vingerkleed een mantel. En zo schermt hij zijn prooi af. Zo zorgt hij ervoor dat er niet heel snel een andere roofvogel bij de buurt durft te komen. Dat is om twee redenen eigenlijk.
De hele reden is dat hij niet weet natuurlijk dat, dat er daar een broer onder de vogel zit. Dus als hij daar boven hangt en hij ziet zo'n valk boven de grond liggen, ja, het zou zomaar eens voor de schijn kunnen zijn, hè. Als je dan naar beneden gaat vliegen, dan valt er een en je komt er vervolgens achter als je op de grond zit dat er niks zit. Duikt de valk snel omhoog, zet zijn nieuwe duikvlucht in. En dat gevoel is lekkerder. Ja. En daarbij, ze zijn ontzettend beschermend op het moment dat ze een kooi hebben gevangen. Dus je loopt sowieso het risico om gegeven te worden. Johan die heeft de moer in ieder geval net overgenomen. Heeft er een stukje vlees voor teruggereld. Die is nu aan het opeten. En zo meteen zal de valk weer bij Johan op de hand gaan zitten. En dan gaan we de volgende vogel erbij pakken. De volgende vogel, dat is er wel weer een vogel. Nee? Oh, dat is allemaal goed op film, denk ik. Over de 2 meter. Ja, wat je kan doen is... Dat is wel de grootste die... Van de roofvogels die jullie vandaag hier gaan zoeken. Wacht heel eventjes, we kunnen hem er niet bij halen, want dan is het over met het valkje, dat willen we allemaal niet. Hoewel vaak met gaan, dus vandaag heel eventjes wachten. Ja, had je beter kunnen doen toen je was. Zijn prooi op te eten. Misschien komt het straks nog wel, Nel. Nee, ik heb hem extra tas mee. Gaat na een tijdje uit, hoor. Ja, ik heb hem al op snelheidsdinges gezet, dus... Het belangrijkste is dat er weer bij de bus een beetje ruimte blijft. Heb je hem mooi gemaakt? Nee. Oh. Die hoeft er niet op. Ja, ik heb wel eentje gemaakt, maar kijk. Dat wordt dan beter, denk ik. Zo. Doe je dat verkeerd, hoor. Sorry. Voor veel mensen. Is nog een keer. Oh, oké. Okay. Nationaal symbool van de Verenigde Staten. Kijk, die is wel mooi schermen. Kijk, hij heeft een zender. Oh, ja. Wij zijn 20 jaar oud. Een klein maandje en dan is het 20 jaar oud. En dan in de natuur zou het nog een beetje afgelopen zijn. In de natuur dan worden ze al maximaal 20 jaar oud. In gevangenschap kunnen ze rustig 40, 50 jaar oud worden. Maar dat heeft een heleboel dingetjes natuurlijk te maken. In de natuur, dan loopt hij niet om een bepaalde periode geen eten te vinden. En als die periode maar lang genoeg duurt, dan loopt hij risico daar dood te gaan. Dus, als hij dan uiteindelijk wat gevonden heeft, en het is vergiftigd, dan gaat hij dood. En als hij in de natuur tegenaan vliegt en dan breekt zijn vleugel aan niemand vindt, dan gaat hij ook dood. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat die vogel in de natuur niet zwaard wordt. In gevangenschap, daar zorg je er natuurlijk voor dat die vogel elke dag gezond... Ik kan best ook aan de bovenkant vasthouden. Als er wat mee aan de vaak wat stabieler houden. Gelijk mee naar de dierenarts. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat die vogel gewoon veel ouder wordt. En natuurlijk dat je hem elke dag vliegt. Die vogel in de natuur die vliegt maar een keer of 3-4 per week. En in gevangenschap vliegt hij veel vaker, soms meerdere keren op een dag. Dus die vogel die bouwt veel meer spiermassa op. Zijn conditie is er gewoon veel beter. De gezondheid is automatisch ook veel beter. En daardoor wordt hij veel ouder. Ik ben hem kwijt. Dit is de Amerikaanse zeearend. Wordt ook wel eens de witkopzeearend genoemd. Zo noemen we hem meestal in de valkerij. Op het Duitse is dit namelijk ook Weisskop Sea Adler. Witkopzeearend. Oh, wow. Dat is misschien wel de allerbekendste zeearend die we hier hebben. Mooi, mooi, mooi. Nationaal symbool dus van de Verenigde Staten. In Nederland hebben we ook zeearend. De hele batterij is vol. Dat is een Europese zeearend. Als valkenier kijk je dus vooral hoe een vogel eruit ziet. En die Europese zeearend die heeft alleen een witte staart. Die heeft geen witte kop. En als die dan alleen een witte staart heeft, noem je die als valkenier een witstaartzeearend. Een Australische zeearend bijvoorbeeld heeft een witte buik, de witbuikzeearend. Even poepen en dan gaat hij. Kijk, ja, gaat er maar niet achter staan. Oh, hij ziet een beetje liggen volgens mij. Even laten zien wie de baas is. Hè. Dan gaat hij zo heel breed lopen. Shit. En dat doen we af en toe wel eens bij de workshop. Dan dagen we mensen uit. Dan ga ik... leg je 100 euro tussen mijn handschoen, een zeearend er bovenop en dan moet je hem proberen te pakken. Hij gaat je echt niet lukken. Hij is ontzettend territoriaal en er wordt soms wel eens gevraagd aan ons van je ben je nooit bang dat ze zo'n vogel stelen bij jou. Want ja, wat hier vliegt is al 10.000 euro waard ongeveer. Heeft, zonder de papieren van die vogel is die vogel helemaal niks waard, maar het is wel zijn waarde, 10.000 euro. En dan denken mensen dat ze zijn vogel kunnen stelen. Nou, ik denk dat ik ze persoonlijk 's morgens eerder iemand dood in zijn foyer aantref dan dat hij hem uit het verblijf heeft kunnen halen. Die vogel is zo ontzettend territoriaal.
Die, het eerste wat hij doet is bij een onbekende in zijn eigen kooi dan. Hè. Hier is dat allemaal niet zo erg. Maar in zijn eigen kooi, dan springt hij vol met twee klauwen naar je gezicht toe. En zal er alles aan doen om in ieder geval één klauw in dat gezicht te plaatsen. Nou, dat is dat risico. Dat is denk ik vrij klein dat ze zo'n vogel een keer uit de volière halen. Ja, hier zit 1000 kilo krijtkracht in. Dus dat is, oh, is 6,5 keer de beet van een rotweiler. 2 keer de beet van een volwassen leeuw. Of net zo hard als de beet van een krokodil als die zijn bek dichtslaat. Dat is ook 1000 kilo per vierkante centimeter. Dat is werkelijk botbrekend. Alles verwoestend. Nou, het gerolfde potje boven de ogen, dat noemen we de wenkbrauw bij zo'n vogel. En dat zorgt er bij zo'n zeearend voor dat ze in zijn blik nog net even wat bozer wordt. Eigenlijk is de reden dat dat gerolfde potje er zit om te voorkomen dat de zon direct in zijn ogen schijnt. Nou, het is wat moeilijk te zien, maar naast de iris er zit een donkere vlek. Daarmee kan een arend tunnelvisie zien. Dat betekent dat zo'n vogel op 3 kilometer afstand rustig een muis kan zien lopen. Zoals de haartjes daarvan op dat moment kan waarnemen. En de rest eromheen, daar wordt een beetje wazig. Zo eigenlijk de focus kennen op een camera. Hè. Dus de rest eromheen, dat valt een beetje weg. En voor hem speelt het dan een beetje slow motion af. En zo wordt er bijvoorbeeld in de Arabische Emiraten, daar laten ze regelmatig van die arenden, van die gigantische hoge flatgebouwen laten ze afvliegen. En dan staat er zo'n sheik helemaal midden in de woestijn. En die vogel die vliegt er gewoon naartoe. Die heeft een zicht dat is zo ongelooflijk goed. Kijk, hij heeft al zulke ogen op zo'n schedeltje zitten. Als je als mens dit soort ogen op je hoofd zou hebben, dan zou je zulke ogen op je gezicht hebben. In dit geval ziet die vogel 24 keer beter dan wij kunnen zien als mens. Dus het is gewoon een bizar goed zicht. Maar ik zei net al, hè, die Europese zeearend die in Nederland voorkomt, die is veel groter. Deze nogmaals zit op 4,7 kilo spanwijdte van 2,10 meter. Oh, hij gaat hier even naar beneden duiken. Ik ga er echt niet zo onder staan bij je. Ik ben niet bang voor je, maar ik ga geen actie uitlokken of reactie uitlokken. Nou, mijn collega die vliegt met de Europese zeearend. Een vrouwelijk exemplaar. Ze zijn dus groter dan de mannetjes. Dit is ook een vrouwtje. Maar die Europese zeearend van hem, die heeft een spanwijdte van 2,5 meter. En hij heeft een vlieggewicht van 9,2 kilo. Dus even een verschil. Dat is een keer zo groot als deze vogel. Maar dat vliegt hier gewoon in de Oostvaardse plassen. In de biesbossen. Het is een lange staal, hoor. 12 broedpaartjes hebben hier in Nederland. En een paar jonge vogels. Als we eigenlijk zo voor de natuur zorgen, zoals de laatste jaren zorgen. Hij kunt daar wel heel mooi dichterbij komen met die camera. Ja, al die grotere plassen. Ja, dat is niet handig als je wil filmen, want dan moet je constant de camera draaien. Hier hebben we ongeveer 1400 kilo krijtkracht in de klauwen zitten. Dat zijn klauwen die bijna om je handschoen heen gaan, als valt hier. De grootste uiteindelijk van alle zeearend is de Steller zeearend. Die kan de 12 kilo in het gewicht aantikken. Ja, ik heb er eentje gehad. En het enige wat die vogel bij mij wilde doen, is maar proberen de dood te maken. Nou, daar heb ik niet zoveel zin in. Ik wil nog een tijdje. En als een vogel, daar gaat dus eigenlijk min of meer aan. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om het te laten trainen. Nogmaals, als een vogel dat niet wil, dan hoeft hij bij mij niet. En dan kan het wel zo zijn bijvoorbeeld dat een collega valt die hier gaat. En dat hij daar een tijdje mee aan de slag gaat. En dat hij wel getraind krijgt. Dus het begint namelijk een heel trainingsproces. Dat begint bij het eerste moment. Mag de vogel jou als persoon of niet? Als die je niet mag, is niks spannends aan of vervelend. Hij hoeft je niet te mogen, maar als die je niet mag, dan gaat hij echt niks voor je doen. Je kan niet voor die vogel verplicht om jou in één keer wel te mogen. En als die wel mag, ja, dan kan je ermee door. En als die mij niet mag, ja, dan kan het zo zijn dat ik dan de vogel op dat moment... Ik kan nou een mooie foto maken. Bijvoorbeeld eerst nog naar een collega, of een collega valkenier. En als die persoon wel mag, dan is je wel laten trainen. Ja, dat is de laatste zeker. Het mooie daarvan is weer dat als hij zijn natuurlijke angst voor de mens weghaalt, en ook voor mij, dan kan ik een bijzijn van die persoon toch mee vliegen. En daarom hebben we nu 45 vogels. Omdat we dus elke keer blijven groeien met 5 man die me helpen elke dag, kan ik dus altijd die. Oh, hij is nog klaar.